Dit is het DRTV-nieuws van maandag 21 januari, met vandaag. Koude omstandigheden tijdens midwinterloop in Diepeveen. Expositie Verstilde Beelden in Etty Hillesum Centrum. En Spoor van Vuur in Deventer. Afgelopen zondag 20 januari werd de 36e midwinterloop van Diepeveen gelopen. Deze was georganiseerd door de Diepeveense sportclub. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Nog een paar minuten, hè? Ja, en dan gaat het. Laat maar beginnen, want het is koud. Ik vind het maar fris. Maar ja, als we helemaal lopen, dan wil het wel weer. Dan krijg je het zelf. Hoeveel kilometer? Ja, 7. 7 kilometer. Jij ook? Nee, ik ga voor de 4,5. Nog even. Volgend jaar. Het is wel te doen met deze... Nee, het is... Ah, ik denk het wel. Als je eenmaal bezig bent, dan warm je wel op, denk ik. Dus ik heb er wel zin in. Ja. Okay. Is het elk jaar feest? Elk jaar midwinterloop? Dit is de tweede keer voor mij. Vorig jaar ook. Dus het was wel leuk vorig jaar. Dus ik denk, doen we nu maar weer. Succes. Nou, alvast een beetje aan het warm lopen. Wat zeg je? Alvast een beetje aan het warm lopen. Nou, ik weet niet of ik warm word, maar ik doe mijn best. Ja. Het is echt een midwinterloop, hè, nu. Ja. Ja, meer kan ik er ook niet van zeggen. Ja, dat kan het bijna niet. Het is heel koud en we gaan zo rennen. En dan hoop ik dat het goed gaat. Hoeveel kilometer? 7. Oké, veel succes. Dankjewel. En ze zijn weg, dames en heren. Veel succes. Wees voorzichtig. Haast je langzaam. Vanaf 12 uur hadden de deelnemers tijd om zich in te schrijven. En vanaf 1 uur startte de loop vanaf het DSC Sportcomplex aan de Schuurmansweg. De deelnemers liepen over verschillende wegen en door het Kolkbos. Er waren 4 rondes uitgezet met verschillende afstanden, zodat er voor iedereen een geschikte afstand te lopen was. Deelnemers konden kiezen uit een parcours van 4,5 kilometer, 7 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer. Elke afstand had natuurlijk zijn winnaar. We spraken Gerard Gerritsen, een sportieve man van 58 jaar oud en de winnaar van de 15 kilometer loop. En dat alles in 1 uur 5 minuten 40 seconden. Gefeliciteerd. Zo, de eerste van de 15 kilometer, hoe was dat? Ja. Goed, lekker, goed gevoel. Dus ja, dat is hier en daar behoorlijk glibberig natuurlijk. Maar echt een cross. Dus ja. Ik ben er blij mee. Zo goed te doen. Ja, het ging wel. Ja. Ik heb wel crossschoenen nagedaan. Dus dat scheelt wel weer natuurlijk. Maar ja, dat is heel mooi. Dus ik ben er blij mee. Zaterdag opende kunstenaar Constance Visser in het Etty Hillesum Centrum de tentoonstelling Verstilde Beelden van haar collega kunstenaar Henk van der Ven. De tentoonstelling omvat een aantal schilderijen, gemaakt van olieverf en acrylverf. Van der Ven probeert door zijn schilderijen een beeld te schetsen van de wereld achter de alledaagse werkelijkheid, die volgens Van der Ven niet in taal, maar wel in beelden, poëzie of muziek uitgedrukt kan worden. In deze hectische tijd en in deze tijd van dat we overspoeld worden door heel veel beelden om ons heen, heb ik gemeend om een thema te moeten hanteren voor deze kleine, maar wel compacte, mooie tentoonstelling. Ik ben er heel blij mee, zoals het hier hangt. Maar dus met het oog op dus die verstilde beelden. Verstilling omdat dat ons even bij onszelf brengt. En dat hoop ik dat deze schilderijen een bijdrage daarin kunnen leveren. Het Etty Hillesum Centrum bleek een geschikte plek voor de tentoonstelling Verstilde Beelden, omdat er een parallel te trekken is met het werk van de in Auschwitz omgekomen Etty Hillesum. Ook zij was in haar geschriften over onder meer Kamp Westerbork op zoek naar de zin van de alledaagse werkelijkheid van het leven. Het is een hele mooie en dus eigenlijk ook een verstilde ruimte. En dat is iets wat ik bij het Etty Hillesum, en ik ken daar nog niet zoveel van haar, maar dat wat ik, de fragmenten die ik al gelezen heb en gehoord heb, zitten in dat verstoorde leven ook van die verstilde momenten. Ach, wellicht is dat
een samenkomen. Niet direct gezocht, maar wie weet, ja, je weet niet hoe dingen gaan en hoe dingen lopen. Maar ik ben heel erg blij met deze plek en ook met het werk hier op deze plek. Verstilde beelden van schilder Henk van der Ven is nog te zien tot en met 3 maart. Afgelopen zondag werd in de Bergkerk de tentoonstelling Dickens in Miniature afgesloten. Dickens in Miniature was het resultaat van een door Tieneke ten Bulte uit Deventer opgezette landelijke wedstrijd in het maken van het mooiste poppenhuis in Dickens stijl. De afsluiting vond plaats in aanwezigheid van veel deelnemers. Maar Jan Verhart uit Rotterdam won de eerste prijs. Zij sleepte niet alleen de juryprijs, maar ook de publieksprijs in de wacht. Ik ben erg vereerd dat ik de publieksprijs en de vakjuryprijs heb mogen winnen. Het is een bevestiging van wat je hoopt natuurlijk. Wat hebt u precies gemaakt? Ik had een huis, ooit gevonden aan de stoeprand. En ik heb gekozen voor Christmas Carol, de kerstvertelling van Charles Dickens. Ik hoorde dat u al enorm lang bezig bent met dit soort werk. Had u het wel een beetje verwacht dat u hoog in de prijzen zou vallen in ieder geval? Je doet altijd je best, maar als je in de kerk gekeken hebt naar wat er allemaal staat, er zijn ongelooflijk knappe mensen en mensen die veel mooiere dingen kunnen maken dan ik. En ja, hoe kies je? Het is gewoon een duivels dilemma, denk ik, en ik ben blij dat ik dat niet hoef te bepalen. Het mag dan allemaal wel heel erg klein zijn. De tijd om zoiets te bouwen doet niet onder voor een gemiddeld woonhuis. De wedstrijd werd uitgeschreven in februari. Toen had ik niet meteen het idee dat ga ik doen, want 8 maanden is echt heel weinig tijd. Ik heb toen 14 dagen nagedacht en gewikt en gewogen en toen dacht ik, niks te verliezen, alles te winnen. Niet alleen in Nederland is er belangstelling voor de mooie bouwwerken. De tentoonstelling zal inclusief het prijswinnende gebouw ook in Londen geëxposeerd worden. Dat er internationale belangstelling zou zijn, dat gaat wel erg ver. Ik heb ook begrepen dat dat nog eventjes geduld moet zijn. Moet hebben. Dat duurt nog eventjes. En ik ben wel vereerd natuurlijk. Het leuke van Deventer was dat ik er zelf naar kon gaan kijken. Ik ben verschillende malen hier geweest. Of dat in Londen ook zo zal zijn, dat weet ik niet. Nu horen we dat over 3 jaar die expositie hier weer plaatsvindt, waarschijnlijk. Gaat u dan weer iets maken? Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst even afkicken. He, op het moment dat je heel druk bezig geweest bent met een bepaald tijdsbeeld of met een specifiek onderwerp, dan is het soms ook wel weer eens lekker om iets heel anders te doen. Iets moderns of een object waar je nog mee bezig was. Maar ik zeg nooit nooit. Over 3 jaar, als het Dickensfestijn 25 jaar bestaat, is Dickens in Miniature opnieuw in Deventer te zien. Welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Afgelopen vrijdag werd in de Deventer Schouwburg de Deventer Sportverkiezing van 2013 gehouden. Tijdens de avond werden in 7 verschillende categorieën prijzen uitgereikt. Zo werd Steven Groothuis sportman van het jaar, Mart Fox werd sporttalent en Mieke Hekkers werd sportvrouw. Ook was er een prijs in de categorie sportploeg. Deze werd gewonnen door SVOD Ritmische Gymnastiek. De IJsselcup ging naar huis met de sportstimuleringsprijs. Angelique Bolink pakte de prijs voor sporten met een beperking. En de publieksprijs werd gewonnen door Sterre van der Gouw. De sporters kregen de prijzen voor de verdiensten die zij in het jaar 2012 hebben behaald. Alle sporters die in het zonnetje werden gezet, waren verrast met de erkenning. Aanstaande woensdag zal er een uitgebreide reportage worden uitgezonden op Deventer Televisie. Het theaterstuk Spoor van Vuur, onder meer georganiseerd door theatergroep Poolse Vis, is afgelopen zondag in de Lewinuskerk in Deventer opgevoerd. Momenteel hebben veel kerken te maken met reorganisatie, afname van leden en zijn er kerken die gesloten moeten worden. In het verhaal moet een oude man zijn kerk leeghalen
omdat het gebouw gesloten moet worden. In de avond voor de sleutelafgifte ruimt de man samen met zijn zoon Jelle en de vriendin van zijn zoon Jana de zolder op. In de avond komt Lotte langs, de ex van Jelle, die hij inmiddels al een jaar niet meer gesproken heeft. Juist op dat moment valt de deur dicht. Wat doen we hier? Waarom willen we het opruimen? Waarom staan we hier? Om het een beetje netjes achter te laten voor morgen misschien. Ja, maar had jij hier ooit gedroomd van toen je jong was? Had je ooit gedacht dat deze kerk ooit zou worden afgebroken? Nee, dat nooit. Wat er ook zou gebeuren, de kerk zou altijd blijven bestaan. Niets blijft altijd bestaan. Ja, maar dat is het niet. Het is mij gewoon niet gelukt om jullie duidelijk te maken hoe belangrijk de kerk is. Hoe ging het vandaag eigenlijk? Nou, het ging echt fantastisch. Het is de laatste keer vandaag. En ik heb meerdere keren met tranen in mijn ogen gezeten. Ze hebben zichzelf overtroffen. De acteurs, de koorleden, band, techniek, de koorleiding. Het was echt, het zat er gewoon op, zeg maar. Ja, soms, dat, zoals ik het even noem, het was er gewoon vandaag. Eerder werd het stuk al opgevoerd in verschillende steden. Waaronder Hoorn, Alkmaar en Amsterdam. Maar via een kort lijntje is het stuk uiteindelijk ook in Overijssel terechtgekomen. De vader van Burt, de producent, is dominee geweest in Zwolle. En die heeft het stuk gezien op Blijburg. En die zei, dat stuk moeten we gaan hebben in Zwolle. Dus vandaar Zwolle. En volgens mij, de zus van de schrijver, Ferdinand Borger, die is lid van deze kerk. De voorstelling Spoor van Vuur werd goed bezocht. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl. Meer DRTV? Volg ons via YouTube, Facebook en Twitter.